Hey mensen, welkom bij Tamersnel. Ik ben Tamers, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ga vandaag even een stukje toeren, maar dat wordt niet de vlog. Ik ga vandaag even kijken naar een route, hopelijk even een verkenningsroute vandaag doen. Ik hou het nog even geheim, maar ik hou het nog even voor me waar ik heen ga. Want dat ga ik waarschijnlijk rijden in een opnemen in een volgende vlog. Maar ik heb vandaag wel iets leuks te melden. Het is vandaag zaterdag. Ik heb gisteren contact gehad met mijn brommendealer. En over het hele 70cc gebeuren. En je hebt de 70cc kit die op vitakwinkel.nl staat. En ik heb van jullie niks, van de mensen die ik ken, de mensen die ik in Discord spreek en over het algemeen, niks negatiefs over vitakwinkel te zeggen. En ook niet over hun producten, begrijp me niet verkeerd. Het enige punt is dat. Kijk, voor mijn dealer is het natuurlijk, dan moet ik het zelf inkopen. Dat maakt natuurlijk niet uit, dan zou hij het erop zetten. Maar ik heb hem al onderzoek laten doen. Dus dat vond ik een beetje, van 169,95 voor 70cc met kop is helemaal niet duur, begrijp me niet verkeerd. Het enige wat we niet kunnen achterhalen, of tenminste niet goed kunnen achterhalen, is waar ze gemaakt worden, welke fabriek en wat voor kwaliteit het is. Dat wil niet zeggen dat het slecht is, helemaal niet. Het enige punt is, mijn dealer is er niet mee bekend. Hij zegt, ik heb geen idee waar dit vandaan komt. Kon hartstikke goed zijn, zegt hij. Ik heb er alleen geen ervaring mee, dus ik kan er niet. Ik kan jou niet vertellen wat jij koopt, waar jij je geld aan uitgeeft. Maar goed, dat was een optie in ons achterhoofd. Plus, hij kan het zelf niet inkopen natuurlijk. Dus hebben we verder gezocht naar een 70cc origineel van AGM of Hemingway. Dat was het doel, om een echte originele 70cc met een 70cc kop van AGM / Hemingway te vinden. Niet van een ander merk, dat was ons doel. Die zijn er niet. Niet origineel van AGM Hemingway. Hebben we niet kunnen vinden. Oké, toen hebben we verder gezocht. Hij heeft contact opgenomen met de importeur van AGM / Hemingway. Van hey, wij zijn op zoek naar een 70cc, hij staat niet in het systeem. Kunnen jullie voor mij op onderzoek uitgaan, want ik heb hier een klant die heel graag een 70cc wil. Toen hebben we teruggehoord van AGM / Hemingway. En het blijkt ook inderdaad dat volgens AGM / Hemingway zelf maken ze die ook inderdaad niet. Zal we hier even deze auto gaan inhalen. Yo, later. nou, dat vind ik toch wel weer grappig. Goed. Die zeggen dus van, tenminste de importeur die hij heeft gesproken, zegt van die klopt, maken we ook niet. Maar alternatief bood hij ons wel aan. En dat komt dan niet bij AGM weg, maar wel bij een bekend brommenmerk. Kymco. Geloof het of niet, de importeur kwam met het idee. Of kwam met de, die zei van, Kymco maakt 80 cc cilinders en die heten de Power One. 80cc en die passen op een Hemingway / AGM blok. Sterker, die worden voor dat onderblok apart gemaakt, voor die VTAC blokken. Hij zegt, die kun je gewoon, hij zegt, dan hou je de 50cc kop, daarvoor zijn ze speciaal gemaakt, dat ze met een 50cc kop op de 80, dat de 80cc met een 50cc kop op de Hemingway komt. Hij zegt, dat is het merk wat ik zou aanraden. Want Kymco is een gerenommeerd merk. Kymco maakt deze cilinders. Ze heten de Power One, is mij verteld. En mijn dealer zei ook van ja, ik heb jarenlang gewerkt met die Power One cilinders. En hele goede cilinders, hele goede kwaliteit. Nooit problemen mee gehad. Dit is een product waar ik achter kan, of wat ik weet wat ik jou verkoop. Het gaat niet om waar ik achter kan staan, maar ik weet wat ik jou verkoop en ik weet dat ik jou een stuk kwaliteit verkopen. Hij zegt dan of je er nou een 70 of een 80cc in gooit. Hij zegt een overtreding ben je toch al. Natuurlijk, het is niet legaal. Laten we even heel eerlijk naar elkaar zijn. Een 70cc op je brommer is niet legaal. Een 80cc ook niet. Maar een 50cc omgrenzen zodat hij 75 of 80 loopt is ook niet legaal. Ik bedoel, als jij AGM op je Hemingway, als je daar de onbegrensde CD in gooit, ja, dan loopt hij ook 70, 75 en dat is ook illegaal. En een derby. Een derby of een Aprilia de begrenzing eruit te halen zodat hij 80 loopt, is ook illegaal. Aan het einde van de dag rijden er heel veel illegale brommers rond in Nederland en dat is wat het is. Wat gaan we doen, vriend? Want je bent. Hij weet niet goed of hij nou. Nou ja, ik ga er even voor langs. Het gaat allemaal niet zoals ik wil. En als ik niet wil zoals het kan, dan kan het maar zoals het moet.
Maar goed, dat gaat er dus gebeuren. Dus ik heb gisteren overleg met hem gehad. De 80cc is besteld. Hopelijk komt hij dinsdag binnen. En aangezien het volgende week rot weer wordt, kan hij dan mooi naar de shop toe. Dus dan hoop ik dat hij dinsdag of woensdag dat de cilinder binnenkomt. En dan gaat hij naar mijn dealer toe. Want dan laat ik het daar doen, want mijn brommer moet ook sowieso zijn beurt hebben. Moest hij toch nieuwe olie hebben, moet hij toch zijn klep hebben gesteld. Dus weet je, de cilinder komt dan binnen. Kan het allemaal in één keer. Ik heb nog garantie. Dat zal wel vervallen met die 80cc. Maar goed, maakt het niet uit. Dus dus dat gaat er gebeuren. Ik heb er enorm veel zin in. Sommige mensen zeggen van, je bent niet verzekerd, wat je doet is illegaal, je bent een slecht voorbeeld, ga dan je motorrijbewijs halen, yada. Weet je, ik weet wat ik doe wat het illegaal is, ben ik het helemaal met je eens, maar een 50, zoals ik al eerder zei, een 50cc opvoeren op mijn grens is ook illegaal. Sommige mensen commentaar op mij hebben omdat ik een andere cilinder op knal. Hij hoeft niet harder dan 75 te lopen van mij. Maar ik wil het zo hebben dat hij 75 loopt en dan mooi rustig in de toeren blijft. Dat is waarom ik kijk naar 70 of een 80cc. Zodat hij mooi laag in de toeren blijft, een hoop koppel heeft. En op wegen zoals dit, als ik niemand om me heen heb, dan is het mooi om even 75 te rijden. Als ik binnen een bebouwde kom rijd, of een weg met andere auto's om me heen of wat dan ook, denk maar niet dat ik 75 ga rijden. Het gaat me niet zo snel. Het gaat me om dit soort wegen. En dat gaat me ook om mijn video's maken. Ik wil vlogs voor jullie maken. En ik wil mijn actieradius vergroten. Ik ben nu al steeds al 3-4 uur aan het rijden. Om voor jullie een 12 tot 15 minuten video te maken. Omdat ik steeds verder weg moet. En als ik dat wil blijven doen op de brommen met de AGM. Als ik dan wat sneller kan optrekken. En ik kan op sommige stukken even mijn gas opengooien. Dan kom ik even op plekken wat sneller. En kan ik even video's wat verder weg gaan maken. Dus dat is ook een beetje een investering in mijn kanaal. Dus het gaat gewoon gebeuren. Ik heb er heel veel zin in. En weet je, je moet altijd zelf uitkijken of je nou met een 55 CDI rijdt of niet. Weet je, je moet weten waar je het gas kunt openhalen, waar je gas kunt geven en waar niet. Je moet dus zelf voorzichtig zijn. En dat betekent dus dat je inderdaad in 30 kilometer of een 50 kilometer zones, dat je daar gewoon niet 75 gaat rijden. Dat haal je shit op de hals. Dus ja, wat dat betreft. Ik ga er gewoon voor en ik ben altijd voorzichtig en ik zou nu ook gewoon voorzichtig blijven doen, dus het moet gewoon goed gaan. Dat is een beetje mijn vlog voor vandaag. Ik ga vandaag een verkenningsritje rijden en dan kijken hoe lang en hoe die rit is en of die mooi is en of die het waard is voor jullie en of daar wat te zien is. En als het allemaal zo is, dan zal ik hem binnenkort gaan filmen nadat de regen weer voorbij is, want het is vandaag zaterdag. 8 of 9 mei, weet ik veel. En nou ja, er komt natuurlijk gewoon regen aan. Zondag en maandag, weet ik veel wat. Maar zodra de regen gebeurt, dus dan zal ik een. Als deze rit bevalt, ga ik hem voor jullie opnemen. Dus ik hoop dat jullie dit een. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Als dat zo is, geef het een blauwe duim omhoog. Als je de video's leuk vindt op mijn kanaal, dan overweeg je te abonneren. Hopelijk de volgende keer dat je me ziet rijden, zit er een 80cc op. Ik kan echt niet wachten tot ik die opzet. Ik heb er echt heel veel zin in. En dan heel erg bedankt voor het kijken. En een hele fijne dag toegewenst. Ik ga er tussen mensen. Laters.